De stichting Tehuis voor Vrouwen in Crisissituaties, TIGRIS, heeft vanmiddag een extra donatie van $50.000 ontvangen van APA Corporation Suriname. De stichting bestaat van het jaar 40 jaar en biedt voornamelijk hulp aan vrouwen van huiselijk geweld. Jammer genoeg is het hoofdgebouw van de stichting in 2011 afgebrand en hebben zij 9 jaar hulp gezocht tot APA Corporation toestemde hen te helpen. Bij de symbolische overhandiging van de cheque gaf de voorzitter Heidi Sederboom aan dat zij de organisatie ontzettend dankbaar zijn, omdat zij nu met de extra donatie dan een complete andere inrichting hebben kunnen geven aan de opvang van de vrouwen. Volgens Aishel Munisar Bradley, External Affairs APA Suriname, voelde de organisatie aan dat er behoefte was aan zo'n opvang voor vrouwen in Suriname. Eigenlijk als warm gebaar hebben ze vandaag besloten om de kinderen van het tehuis en de vrouwen speelgoed te geven, een geschenkje te geven. Dus een boekenkast met allemaal leuke boeken en spelletjes in. Dus dat is nog even zo tussendoor. En waarom het zo bijzonder is, Apache heeft TIGRIS omarmd. En er is een hele warme band ontstaan in de afgelopen 3 jaren. En ze zijn niet alleen gewoon donoren, maar er zitten mensen daar die het project echt in hun hart hebben gesloten. Dat is echt heel erg bijzonder. We hebben toen besloten om het project te doen. En door middel van de verschillende bezoeken hebben we eigenlijk gezien dat er nog meer hulp nodig was. We zijn nu niet meer gewoon partners, we zijn bijna familie geworden. En toen ons communications team in oktober hier kwam, voelde zij ook de warmte tussen het bestuur en APA Suriname. We hebben toen samen gekeken en omdat er al een samenwerking is en al een partnerschap, vonden we het belangrijk om door te gaan met TIGRIS en te kijken naar andere projecten die we eventueel samen kunnen doen. Volgens directeur Judith Valpoort Vrede is de stichting dankbaar voor de geste, maar vanuit de overheid van Suriname hebben zij nog hulp nodig. Om de vrouwen te kunnen voorzien van de beste hulp, heeft de organisatie ook professionele hulp nodig. We hebben geen personeel. Ik doe eigenlijk op dit moment alles alleen. En het loopt wel aardig met de vrouwen die er zijn. We hebben intussen ook al 2 vrouwen eruit gekregen. Dus er is een periode dat de vrouwen zitten voor de begeleiding. We mikken op maximaal 6 maanden. Maar als gedurende de begeleiding we merken dat de situatie nog niet opgelost is, er nog geen zodanige oplossing is dat de vrouw in een veilige omgeving terechtkomt of economisch weerbaar is, dan kan ze nog even blijven. Dus dat is de situatie op dit moment. Naast maatschappelijk werkers die de stichting nog nodig heeft, wat heeft de stichting nog allemaal nodig? Schoonmaakpersoneel hebben we nodig. We hebben ook een beheerder nodig voor het huis. We hebben wel een van de vrouwen die hier zoals een soort klasseoudster wordt gezien, om het zo te noemen. Zij is echt goed op weg met haar begeleiding. En ze is dus ready om de andere vrouwen die push te geven, die bemoediging. En als er iets is dat de vrouwen, als ik er niet ben, de vrouwen ook eerst bij haar gaan en vragen van hoe zit het, dan maakt zij contact met mij. Dus zo is dat. Maar we hebben een beheerder nodig. De vrouwen die worden opgevangen bij TIGRIS kunnen daar verblijven voor een periode van 6 maanden. Als zij door de begeleiding heen zijn, worden zij in een veilige omgeving geplaatst.